iedereen. Ik ben meester Heert van het vijfde leerjaar van de gemeenteschool van Oosteinkerke. Vorig jaar bracht onze klas de kindermusical Fantasie voor jullie. Weet je die nog? Wil je die eens terug bekijken, dan kan je naar Tijdingen Digitaal en je tikt daarin Musical Gemeenteschool. Nu zijn we een jaartje verder. Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas en jawel, een nieuwe kindermusical. Ben je al benieuwd? Dankzij deze geluidstechniekers kunnen wij deze musical tot bij jullie brengen. Zijn jullie er klaar voor? Hier komt onze allerliefste kindermusical met de titel... De Superhelden! Misschien vallen ze wel meteen uit bed. Dan starten ze de dag al met een blow. Of met een beur op hun hoofd. Ze gaan ook steeds laat gaan slapen, hè? Kan nooit laat genoeg zijn. Staan, Denzel en Fenne, opstaan! Het zal een mooi zicht zijn als ze straks naar beneden komen. Drie slapperige koppen met een bel op hun hoofd en een blauwe oog. Kun je een braaf mens zoals ik niet op een normaal manier wakker maken? Moet ik dan echt weer in mijn bed vallen? Goedemorgen allemaal, ben ik nog op tijd? Ah, wel, Denzo, ben je niet uit je bed gevallen na het werk van die meiden? Jawel, zo schrikken, hè? Wel, dan heb je net zoals dan ook wel pijn, zeker. Hij is bovenop mij gevallen, eerst uit bed vallen en dan botste Stan ook bovenop mij. Ai, ai, Denzo, jouw dag start nu wel met pech. En ik heb geluk, ik heb geen schrammetje. Vanavond best wat vroeger gaan slapen, hè? Dat kan wel een goed idee zijn. Maar nu tijd voor een gezond ontbijt. Een gezonde start voor de nieuwe dag. Ja, gezellig samen ontbijten. Eigenlijk was het wel een geniaal idee van ons om samen het appartement te huren. Ja, een schitterend idee, want zo kunnen we de kosten delen. Je hebt ook steeds iemand om mee te praten. Maar het wakker worden mag nog wel op een andere manier gebeuren. En de taken worden hier ook netjes verdeeld. Wij dekken 's morgens de ontbijttafel. En de jongens ruimen af. Zeg, wij moeten als mannen toch een dringend hierover vergaderen. Ja zeg, we zijn toch mannen? We laten ons veel te veel doen door die meiden. Maar we doen het toch best eerst wat ze vragen. Als we niet helpen, moeten we dan wel misschien meer huur betalen voor dit appartement. Man, man, man. Miserie, miserie, miserie. Maar nu eerst op naar de nieuwe werkdag. Broodjes bakken, auto's smeren, elk van ons heeft zijn eigen job. Huizen bouwen, winkel houden, elk van ons vindt zijn job wel tof.
ze hebben er lang over gedaan om weer thuis te geraken. Wat een verkeer. Ik ben bekap. Hé, ho, we zijn er ook. Ik dacht bijna dat in de auto hingen moeten slapen. We raakten geen meter vooruit. Kilometers lang rijden met auto. Zie je wel, ik zei toch dat we als laatste gingen aankomen. Je hebt gelijk, we raakten maar vooruit als slakken. Gelukkig hadden wij het kaartspel mee. Met ons vieren konden we achteraan in het busje zitten kaarten. Maar ik heb me toch behoorlijk druk gemaakt vooraan in ons busje. Ik ook. 2 meter vooruit, remmen en weer stoppen. 2 meter vooruit, remmen en weer stoppen. Zo kan het echt niet verder! Bijna overgeven. Er moet een oplossing komen. Zo kan het echt niet verder. Ja, maar hoe los je dat enorme probleem op? Iedereen van ons houdt van zijn job. Ja, maar die files maken het ons toch wel moeilijk. En je verliest ook enorm veel tijd. Zeg, ik herinner me dat mijn overgrootvader die professor was, dit probleem al zag aankomen. En op zoek was naar een oplossing. Kun je hem niet even opbellen? Ik vrees dat hij niet zou opnemen. Waarom niet? Zijn overgrootvader is al lang overleden. Maar ik herinner me wel dat hij een boekje achterliet voor zijn familie. Met allerlei wiskundige formules. Even zoeken. Hier heb ik het. Laat zien, ik ben al reuze benieuwd. Wij ook, kom aan! Wat een speciaal boek. Een boek voor wiskundige formules en codes. Amai, die professor was een echte rekenknabbel. Ja, het ziet er wel indrukwekkend uit. Kom aan, zoek hem maar. Ik wil niet meer misselijk worden in de wagen. X tot de tweede maal Y gedeeld door Z in het kwadraat. En hier. 5 maal x in het kwadraat gedeeld door de vierkante hoogte van z plus. Het zijn allemaal wiskundige rekenknobbels voor ons. X en y en z. 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 Word jij ook zo gek van die wiskundige formules? Je snapt helemaal niets van die rekenmodules. Ja, je hoofd staat op hol. Ja, die cijfers draaien rond. Volgens mij is zo'n professor toch niet helemaal gezond. X en Y en Z. 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 Word je ook zo hek van die wiskundige formules? Je snapt helemaal niets van die rekenmodules. Ja, je hoofd staat op hol. Ja, die cijfers draaien rond. Volgens mij is zo'n professor toch niet helemaal gezond. X en Y en Z. X en Y en Z. X en Y en Z. X en Y
alfabet. Dus F. 9 is de 9e letter van het alfabet. Dus F. Maar dan staat er 1 en 2. Dat zou dan A en B zijn. Ja, dat is onduidelijk. Wacht eens even, dan bedoelde hij 12. Dat is L. Dan zitten we toch nog op het goede spoor. Want 1, E, 5 is E. En dan bedoelde hij met het laatste stuk van de code niet A en I, maar 19. Dan komen we bij de letter S. De code 691251 staat voor het letterwoord files. Nu even goed concentreren. Dus we moeten dan dus, als ik het goed begrijp, moeten we het stappenplan volgen. Dat staat bij deze code. En dan zouden we volgens de professor een oplossing moeten vinden voor het fileprobleem. Wat denken jullie? We kunnen het proberen, hé. En nu het werk verdelen. Aan de slag. Waar kunnen we voor de eerste keer naartoe gaan? Naar een plaats waar je steeds anders in de file terechtkomt. Naar de Grote Markt van Brussel. Oh ja, die is zo mooi, maar ik ben er al lang niet meer geweest. Nu even goed concentreren. We moeten een aan in de slot drijven om door de tunnel te stappen. Tik de code in. 6, 9, 1, 2, 5, 1, 9. En dan de bestemming. Grote Markt Brussel. En hop, daar gaan we, op hoop van zegen. Brussel, Brussel, is het al veel te zand. Welkom, welkom in de
Ja, want we verliezen geen tijd meer door die files. Dankzij de tunnel van de professor. De supertunnel. Ja, de supertunnel! Slaap aan iedereen en droom maar van de supertunnel. Een zalige nachtrust en geen stress meer om te laten komen op het werk. Hebben jullie al eens nagedacht over het komende weekend? Ja, het is net een verlengd weekend. We kunnen nu echt overal naartoe. Ook naar de bestemming die op enkele dagen tijd niet heen en terug kan bezoeken. Laten we starten met een bestemming in Europa. Dan zijn we nog niet te ver van Parijs. Naar de hoofdstad van Frankrijk? Parijs, leuk, maar dan zitten we alweer midden in een drukke stad. En stel dat iemand van ons de hulp dan kwijtraakt, dan kan hij niet alleen terug. Oh, maar ik heb een idee welk pretpark ligt vlakbij Parijs. Disneyland Parijs! Ja! Disneyland Parijs! Maar zo'n inkomkaarten zijn toch duur? Dat is waar. Dat kunnen we ons nu niet veroorloven, hoor. Zeg, het is misschien een beetje stout, hè? Maar we kunnen intikken in de supertunnel dat we voorbij de kassa zijn. Dan gaan we gratis naar Disneyland Parijs! Super! Joepie! Thank you.
foto met Sam erbij. Wat dachten jullie van Amerika? Ja. Amai, wat wij hier allemaal kunnen beleven door die supertunnel. Het is ongelooflijk, maar wel waar. Kom aan, waar wachten we nog op? Dit worden onvergetelijke belevenissen. Tristan erbij. Yeah.
Boston. Aan de oostkust van Philadelphia, New York en Washington. En dan in de westelijke richting naar Chicago en Kansas City. En aan de westkust bezochten we San Francisco. Zeg, eigenlijk zitten we niet meer zo ver van de Mexicaanse grens. Misschien kunnen we de grens oversteken om daar een Mexicaans feestje te vieren. Ja! Ja! Nu is het wel even genoeg geweest hoor. Laten we er nog eentje doen. Zou dat niet te veel zijn voor de supertunnel? Ja, misschien kan hij wel overvullen. Dit maken door te veel te gebruiken. Dat weten we eigenlijk niet, hè? Het staat ook niet echt in de handleiding. We kunnen er nog eentje doen, maar dan is het wel even genoeg geweest. Akkoord. Eentje. We lopen voor de laatste keer. Wat vinden jullie van India? Ja, daar kunnen we eens lekkere chicken curry madras gaan eten. Ja! Of lekkere Indische rijst halen met gebakken kip. Ja! Of Indische bolletjes met zoete aardappelen. Ja! Dat is een goede keuze. Daar gaan we voor lopen voor de laatste keer. Thank you.
piste werd waarschijnlijk overbelast. Hoe dom van ons. Nu is het weer goed. Echt dom van ons. We wilden altijd maar meer en meer. In plaats van tevreden te zijn met wat we hadden. Hoe lossen we dit probleem nu op? We zitten in een ver land, ver van huis. Nadenken nu aan een oplossing zoeken. Een vliegtuigticket kopen? Iedereen van ons heeft wel wat geld op zak, maar niet genoeg geld om een vliegtuigticket terug naar België te kopen. Dan moeten we een creatieve oplossing zoeken, want we kunnen hier niet blijven. We kunnen zelf muziek maken op straat. Ja. En dan hopen dat de voorbijgangers ons geld geven. Ja. Genoeg geld, zodat we vliegtuigtickets kunnen kopen. Ja. Anders moeten we hier de rest van ons leven blijven. Kijk, met deze wallen buizen kunnen we muziek maken. Kijk, in deze straat passeert er veel volk. Als we mooie muziek maken, kunnen we hopelijk genoeg geld verzamelen. Echt wel, wat geld. Eigenlijk wel. Waarom want de mensen hier zelf niet schrijven? Ze kijken vooraf omdat de groepje toerist hier zelf straatmuziek kan spelen. Ja, ze vonden onze muziek wel mooi. En het gaven ons echt veel geld. Dit zal voldoende zijn om de vliegtickets te kopen. Geen tijd te verliezen. Het is nog lang vliegen naar België. De supertunnel is nu helemaal naar de maantjes. Dit valt niet meer te herstellen. Wij wilden altijd maar meer en meer doen en zien. Het was nooit genoeg en we waren nooit tevreden. De professor had goede bedoelingen met zijn uitvinding. En wij gebruikten het gewoon om zotte dingen te doen. We zouden de supertunnel kunnen laten herstellen door moderne professoren. Maar dat doen we misschien beter niet. Anders zullen er nog veel mensen met slechte bedoelingen er misbruik van maken. Het blijft beter een goed bewaard geheim. Het geheim van mijn overgrootvader en deze vriendengroep. Ant heeft u. Wat we deden was niet zo mooi. Zomaar binnen gaan in het pretpark. Als mensen deden wat
dan komen er heel veel mensen zonder werk te zitten. Dan wordt deze supertunnel voor iedereen een miserietunnel. Allemaal goed en wel. Daarom zijn we vanaf morgen weer allemaal goed kunnen. Tenzij we hier ook een creatieve oplossing voor vinden. Ik heb er eigenlijk altijd al van gedroomd om een eigen fietsenwinkel te hebben. Wel, dan is dit misschien het perfecte moment om ermee te starten. Ik weet nog een mooie loods die te huur staat waar je een fiets aan kan starten. Maar het is wel prijzig. Nona, Jutta, hebben jullie geen zin om genoemd te worden in de fietszaak? Oké, wij doen mee. En door mij kun je ook rekenen. Dan kunnen we de kosten delen door vier. En ik heb nog goed nieuws. We hebben de loods net even gegoogeld. Ja, en in een deel van de ruimte kunnen we onze droom verwezenlijken. Skates herstellen en verkopen. En ik start mijn eigen bakkerij. Dat wordt een topper. Mijn Franse stokbroden en croissants zullen scoren. En ik breng een beetje... brengen we een beetje Parijs in onze eigen streek. En ik breng een beetje Amerika in ons stadje. Met mijn eigen Amerikaanse hotdogkraam. En ik breng Brussel naar ons stadje. Met mijn eigen team. Mijn specialiteit worden in Brusselse wafels. En ik zorg dat iedereen hier thuis voelt met mijn eigen frietkraam. Op en voor Belgische frietjes. Kasper en Linzo. Als ik het zo hoor, wordt het hoog tijd dat wij starten met onze eigen fitnesszaal. Ja, wat cool voor lekkernijen er allemaal gekocht zullen worden in ons stadje. Dan zal de nodige beweging zeker welkom zijn in onze fitnesszaal. Joepie, daar met in de file te staan. Werk in onze eigen stad. Dit wordt een jullie worden. Feest in onze eigen stad. De stad waar we fier op zijn. Dit wordt een